In Rotterdam werd de eerste landelijke demonstratie van de BB geopend met een defilé dat onder andere werd gadegeslagen door de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland en burgemeester Van Walsum. Aan deze parade werd deelgenomen door 6500 man. De BB wilde op deze dag tonen wat op het terrein van de bescherming der bevolking in de afgelopen 2 jaar bereikt werd. Tijdens de daaropvolgende demonstratie deden vliegtuigen aanvallen op stad en haven. Op een nog braakliggend terrein bij de Blaak werd een namaakindustriecomplex ernstig getroffen. Hier kwamen 30 zelfbeschermingsploegen van Nederlandse bedrijven in actie. In tegenwoordigheid van minister Beel kweet een legertje mannen en vrouwen zich voortreffelijk van alle taken die de BB voor geval dit nodig zou zijn opgedragen zullen worden. Medische BB-eenheden hadden op deskundige wijze kabelbanen aangelegd voor het vervoer van de pseudo-gewonden. De Thunderjets van de luchtmacht leiden voort de finale in van deze dag. Laag over de Maas gierend bestookten ze enige boten die met eigen middelen voor de gewenste rook zorgden. Daar langs de rivier zorgden 60 brandweereenheden met 240 stralen voor een enorm watergordijn. Het was een imposant besluit van deze landelijke BB-manifestatie.